Hier woont die meneer die die schone beeldjes maakt. U hebt hem gezegd. Ik kan eens even bellen. Ha! De mensen van Morsel TV. Ja, kom erin, kom erin. Beeldjes kijken. Ah, ja. Kom erin. Dank u. Dat is sympathie. Dat is, We zijn hier ten huize van Walter Cussé. Dag Walter. Dag Greet. En wij komen kijken naar uw beeldjes. De beeldjes die Walter heeft gemaakt. Allemaal stuk voor stuk met de guts uitgehouden. Het zijn prachtige stukjes. Hij is er al zeker. Hoe lang ben je? 30 jaar aan bezig. Ja. Dus dat is wel is de moeite om er eens mee naar buiten te komen. Hè. Zeer hardhout. Ja. Zeer Meranti? Meranti? Meranti of Afzelia of zo. Ja, ja. Zo'n Congolese. Het is allemaal zo met de hand. Mag ik eens eentje? Ja, ja, pak je maar vast. Het is wel heel licht, hè. Oh, dat is een kende figuur, ja. Hè. Dat is, ja, Patras staat er. Nello en Patras, Nello, ja. En Patras. Prachtig, hè. Dus maar dus, prachtig, ja, dat is een van de oudste, deze, ja? Die we gemaakt hebben. Ah, ja. Dat is... De zeeman. Ja, de zeeman. Prachtig dat gemaakt. Is hier van Duits, van, al die kleine detailjes en zo. Van 97. Dat is, en allemaal uit één stuk. 30 jaar. Dus, dat is ja. Echt... Ja, dat is... Werk aan. En dan daar allemaal ja. Muzikanten. Ja, ik mag hier niet weg zijn. Ja, dat is een negerorkest. Je kent negerorkest. Ja. Ja. Prachtig. En dan die twee, die en dan de koop, twee, dat zijn die van de Westhoek. Vader en moeder. Vader, ja. Kolwitz. Kolwitz, ik geloof, ja, dat die, ja. Dat kerk, die zon op kerkhof. Ja, en er, ja, is een nieuw verhaal geweest, rond. Ja. Die had een zoon, ja, dus, en een kleinzoon. En zo levensgroot. Ja, 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 dat is, en die zijn alle twee gesneuveld, geloof ik. Als ja, die kinderen. Daarmee. Ja, ja. Ja, dat is daarmee dat ze dat gemaakt hebben. En dan hebben die Duitsers, die hebben dan geprobeerd voor die beelden van Vlaslo naar dingen te brengen, terug te halen naar... Dus weg te halen, hè, hier in België. Ah, ja. Maar dat is niet genoeg. Die hebben zelfs een proces, geloof ik, of zoiets ingespannen. Daarvoor, ja. Dat is een heel... Maar die muzikanten zijn ook allemaal heel mooi. Ja, mag niet. Ja, ik kon er een pakken. Dat is, vind dat wel de plezier. Bombardon. De Bombardon. Dat is de Bombardon. Ja. Dat vind ik wel. Riverside Band. Ja, met een rosse kop. Mijn rosse kop. Ja, dat zit goed in één, hè. Ja. Ja, dat zit heel goed. Maar dit heb ik wel in stukken moeten maken, hè? Omdat die horen, dus, en ja, dat nog niet aan moeten zetten. Hè? Er staat er nog eentje dat ik wil laten zien. En dat is ons moeder, die vond dat altijd heel chockerend. Zangeres. En ik had... Het origineel, dat was niet zo. Ik heb dat er zelf bij gefantaseerd. En op de cruciale punten had ik diamantjes gezet. En ons moeder vond dat heel chockant voor de kerststal. Allee, het zit toch allemaal kleren aan. Het is toch mooi, het is prachtig. Ja. Allemaal, ja. Prachtig. En ik kan nog eens even zien. 08. 2008. Dus, en ja, dat was het. Ja. Hier stonden drie. De Baden-Powell. Baden-Powell. Ja, de stichter dan van de Scouts. Van de Scouts. En dan heb je de tweede, dat is Georges de Hask. Dat was de stichter van de Zeerschouts hier in Antwerpen. Ah, ja, ook van... Ja, ja. Mijn leven ook altijd bij de Zeerschouts geweest. Ja. Dus, en dat is Bas Doms, ja, de commissaris voor Zeerschouts, maar die is in tijd ook overleden. Walter, ik kan er nog hartelijk veel bedankt dat wij mochten langskomen. Het was zeer interessant. En hopelijk ga er nog meer dingetjes maken. En god is... Si Dieu le veut. Er is de keer mee onder de mensen moeten komen, hè. Wel... Ik heb dat zo al dikwijls op tv gezien. En dan worden er van die tentoonstellingen gehouden of zo. Vier plankjes tegen ingeslagen. En dan zeggen ze, ja, dat komt uit het dorp in Spanje. Ik weet niet waar. Het is één ervan waar. Hè, dat komt van Duitsland. En dan denk ik, man, ik ben nu 30 jaar al aan het werken. Ja, dat is helemaal anders. Hè. Ja. Maar het deed me plezier. Voor toen, zou ik zeggen. Dit was Greet Visterin met Walter.